De buurt, een zomerse hotspot gevestigd in het oude pesthuis van Leiden, is weer deels geopend. Door de coronamaatregelen was het nog niet mogelijk om volledig open te gaan. Daarom organiseert de buurt de pre-opening. Ja, we zijn zeker blij dat we weer open kunnen. Nog niet helemaal zoals we graag zouden willen. We wachten natuurlijk met z'n allen tot we echt weer open mogen. Want voor degenen die de buurt kennen, we hebben nog wel een grote plek. Kunnen veel mensen huisvesten. Dat kan helaas nog niet. Maar het lang verwachte licht aan het eind van de tunnel schijnt. Dus we hopen zo snel mogelijk echt open te kunnen. Hoe ziet de pre-opening eruit? Het was voor ons een beetje twijfelachtig aan wel of niet open. Want we kunnen natuurlijk niet de hele buurt nog laten zien zoals we zo graag willen. Toch een pre-opening. Tijdens de pre-opening hebben we het festivalterras, het hart van het pesthuis, is deels geopend. Een klein plekje, want daar kunnen we 50 mensen ontvangen. Hebben we binnen een nieuwe zaal, de dojo. Daar kunnen mensen spelletjes spelen, ook eten en drinken. Dus altijd, je zit altijd droog in de buurt deze zomer. En nieuw dit jaar hebben we 2 spelzalen. Die zijn ook open en zolang het de pre-opening is, zijn je spellen ook gratis. Dus het is eigenlijk een klein voorproefje wat de zomer te bieden heeft met het eten van Barlokaal. Barlokaal doet dit jaar ons eten. Dus Barlokaal runt de keuken en zij zijn een restaurant uit Hartje Leiden. Zoals ik zei, het licht aan het einde van de tunnel schijnt een beetje. En dat licht is hopelijk een zonnetje. Dus de zomer zien wij, gaan we positief tegemoet. Zoals de mensen die de buurt kennen, is er altijd iets te doen. Van programma tot de spellen spelen deze zomer. De hele agenda staat eigenlijk al bijna vol. Maar we kunnen pas echt dingen gaan communiceren als dat kan. Het enige wat er nu nog bekend is dat het Levende Brouwerijfestival, het Leids Speciaal Bierfestival, staat in augustus in de buurt. Toen we open gingen, we konden heel laat pas communiceren dat we open gingen. Omdat we alles nog goed moesten regelen. Al het papierwerk moest nog in orde worden gemaakt. Dus we zijn heel laat open gegaan. Was nog een beetje wilde eerst met tickets open en toen weer niet. Dus mensen weten het nu steeds meer te vinden, de buurt. Zoals je ziet, het wordt steeds drukker en gezelliger. Maar we willen gewoon zo graag het hele terras opengooien in alle zalen. Dus dan... aan drukte en gezelligheid geen gebrek. Ja, de buurt is donderdag tot en met zondag regulier open. Op de andere dagen kan je hier iets afhuren. Het pesthuis is gelukkig dat zo gebouwd dat we een hele grote binnenplaats hebben. En dat is wel echt het zomerse feestje. Dus als de zon schijnt is het hier het gezelligst en het drukst. Maar we hebben dus 8 binnenzalen. We hebben het Kulthuis, onze theaterzaal, daar is het programma. 2 speelzalen dus nieuw. We hebben binnen nu ook een restaurant. Vorig jaar zomer was het nog op het drukst en gezelligst zoals het zonnetje scheen. Maar dit jaar kan het zelfs sneeuwen en is het nog gezellig in de buurt. We zeggen ze inderdaad zelf, de buurt is de zomerse hotspot van Leiden. Van Leiden vinden wij altijd een beetje zwaar om te zeggen. Omdat ik zie eigenlijk de hele stad als een grote zomerse hotspot. En iedereen moet naar heel Leiden komen, want Leiden schijnt altijd het zonnetje. Maar wat hier gebeurt is, hier geven we eigenlijk een voorproefje wat de hele stad te bieden heeft. Van het eten van Barlokaal tot elke organisatie of kunstinstelling die hier straks te zien is.